Een van de eersten die heeft bestudeerd hoe dieren leren, was de Rus Pavlov. Hij heeft onderzoek gedaan naar de spijsvertering bij honden. Хороший, хороший дружок, а? Отличная собака. Отличный пес. Hij wilde nagaan of de speekselproductie iets was wat werd beïnvloed door het zenuwstelsel. Hij verrichtte onderzoek in Leningrad, het toenmalige Sint-Petersburg, in het Instituut voor Experimentele Geneeskunde. In 1900 was nog bijna niets bekend van het zenuwstelsel. De reflex bijvoorbeeld, de kniepeesreflex, was net ontdekt. Als je zacht op de kniepees tikt, reageert de dijspier. Op dezelfde manier sluit de iris van het oog zich als er licht opvalt. Dit soort reflexen is onbewust. Ze worden bestuurd door het zenuwstelsel. Pavlov wilde nagaan waarom er speeksel werd geproduceerd. Hij liet de speekselbuisjes buiten de bek uitmonden, zodat hij kon meten hoeveel speeksel er was geproduceerd. Hij vermoedde dat het produceren van speeksel een reflex was, net als de kniepeesreflex. 5 minuten, 42 seconden. Na een groot aantal proeven had hij vastgesteld dat er speeksel ontstond, dat de honden begonnen te kwijlen als hun tong in aanraking kwam met eten. Hij noemde die reactie de kwijlreflex. 4,5. Maar na enige tijd ging het mis. De honden kregen door hoe hij werkte en begonnen al te kwijlen voor Pavlov hun tong kon prikkelen. De honden leerden wanneer er voedsel in aantocht was. Pavlov probeerde een andere aanpak. Hij zette een scherm neer, zodat de honden niet konden zien wat er gebeurde. Voor hij vlees door het luikje schoof, deed hij iets dat niets te maken had met eten. Hij liet een metronoom tikken. Eerst kwijlde de hond alleen maar als hij eten zag. Maar na een tijdje begon de hond het verband te zien tussen het tikken en het verschijnen van eten. En niet lang daarna begonnen de honden al te kwijlen van het tikken alleen. Uiteindelijk kwijlden de honden even erg als ze een metronoom hoorden, als wanneer ze eten voorgezet kregen. Honden, dit is daar. Что я говорил? Pavlov noemde dat de geconditioneerde reflex. Het maakte niet uit wat je liet horen of zien. Als er eten achteraan kwam, begonnen de honden ervan te kwijlen. Pavlov dacht dat hij ontdekt had hoe dieren leerden, zelfs in het wild. Volgens Pavlov had elk dier 2 reflexen nodig. De reflex die hij had geërfd en die zijn hele lange leven vastlag, zoals de kniepeesreflex, en daarnaast de aangeleerde reflex. Met die geconditioneerde reflexen houdt een dier zich staande in zijn omgeving. Door wat het dier ziet, hoort en ruikt, mijdt het gevaar en weet het te vinden wat het nodig heeft. Voedsel bijvoorbeeld.
Pavlov begreep waar het bij leren om ging. Een dier moet het verband tussen verschillende gebeurtenissen opmerken en op soms ogenschijnlijk erg onbelangrijke dingen reageren als ze te maken hebben met iets zinvols. Maar hij ging wel te ver. Hij zag alle gedrag, zoals dit strandjutten, als niets anders dan een serie geconditioneerde reflexen.